Goedenavond, welkom bij Ter Zake. We nemen maar beter voorzorgsmaatregelen om erger te voorkomen, luidt het vanuit woonzorgcentra. Mijn kinderen komen regelmatig op bezoek en ze zeggen, ja ma, als dat blijft aanslepen, gaan wij niet kunnen komen. Ik zeg, dat is toch niet waar zeker? Ik zeg, het is mijn opbeuring dat je je kinderen een keer ziet en dat je een keer kunt spreken. Die corona gaat ons dat toch niet aandoen, zeker dat wij nu nog moeten dat er nog een keer bij nemen. Het is nog niet genoeg geweest, het is waar. Hè? Hoe ver moeten die maatregelen eventueel gaan? Karin Moijkes, verantwoordelijk voor corona en zorgcentra, is onze gast. Het liberalisme in ons land bestaat 175 jaar. De feestelingen blikken terug op een bewogen geschiedenis en kijken vooruit naar een onzekere toekomst. Pieter-Jan de Smet gaat in gesprek met liberaal corifee Annemie Nijts en de Open VLD jongerenvoorzitter Tess Minnes. En steeds meer mensen in de VS worden uit hun huis gezet. Met name in Philadelphia, de armste grote stad van de VS, leidt dat tot schrijnende situaties. But they basically show up, they post the alias writ of possession, that final document on your door if you're not home, and just change, you know, and they have a lock, the landlord sends a locksmith and they change the locks. Or if you are home, they hand you the piece of paper and tell you you have 5 or 10 minutes to go find your medications, your important documents, and your pets and kids and get them out of the house, because they're gonna change the locks right there. Het is vrijdag 22 oktober, dit is Ter Zake. De coronabesmettingscijfers lopen weer op en alertheid is geboden. Ook in woonzorgcentra telt men sinds een maand stilaan weer meer besmettingen bij bewoners en personeel. Een maand geleden waren er nog uitbraken in 9 woonzorgcentra. Vandaag zijn dat er al 30 op de 800 woonzorgcentra in Vlaanderen. Wat vinden bewoners en uitbaters dat er moet gebeuren? Deborah Votken. In het woonzorgcentrum Stilgeluk in Ophasselt, een deelgemeente van Gerardsbergen. Het nieuws over het stijgend aantal besmettingen en de slechte coronacijfers heeft ook deze bewoners bereikt. Dat is triestig op dat gebied. Je weet niet meer wat dat te bedenken. Bent u een beetje bang van wat er op ons afkomt? Ja, natuurlijk. En de omgang met andere personen. Ik vind het een beetje beangstigend, eerlijk gezegd. Ik begrijp nog altijd niet dat sommige mensen zo altijd tegen de vaccins zijn. Allee, ik denk altijd, in de tijd over de poliovaccinatie is er geen probleem geweest. Heeft iedereen dat zonder... Allee, ik was toen kind, maar ik herinner mij dat mensen eigenlijk op dat moment content waren dat ze konden gaan om zich te laten vaccineren. Het is aan het einde van haar... Haar rij, ik ga maar het reis keren. Allee, haar werk keren, hè, maar het reis niet. Hè. De directie staat voor de opdracht om opnieuw voor de 4e keer al corona hier zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Alles goed? Beetje pijn? Een 3e vaccinatieprik voor het personeel dringt zich op. Aangezien er nog heel weinig bekend is over de immuniteit dat kan opgebouwd worden rond de vaccinatie, denk ik dat het toch wel heel belangrijk is dat er ook een 3e vaccinatie komt voor onze medewerkers. Zodat zij toch eigenlijk ook beschermd zijn en dat er ook eigenlijk heel beperkte transmissie mogelijk zou zijn. Maar wij hopen wel dat er zeer snel actie ondernomen wordt. Is het morgen... Absoluut goed. Wij plannen ons zodanig dat iedereen onmiddellijk kan gevaccineerd worden. Liever eigenlijk een vaccinatie eergisteren dan overmorgen. Ook het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk luidt de noodklok. Een verplichte vaccinatie van het zorg- en ondersteunend personeel en de invoering van het COVID-safe-ticket in woonzorgcentra moet het tij doen keren. Op 1 oktober is er een politieke beslissing die zegt het COVID-safe-ticket kan vrijwillig toegepast worden in een woonzorgcentrum, maar 22 oktober... ontbreekt het eigenlijk ons nog altijd aan een decretaal kader, aan een wetgeving die eigenlijk de mogelijkheid voorziet om het vrijwillig toe te passen. Dus concreet betekent het vandaag dat als een woonzorgcentrum het COVID-safe-ticket zou vragen aan bezoekers, ze eigenlijk in overtreding zijn met de regels die de Vlaamse overheid uitvaardigt. Hoger of lager? Ik zeg hoger, maar ik heb het gezien, hè. Oh.
Ook dient er volgens de sectororganisatie meer aandacht te zijn voor een betere luchtreiniging. Er zijn eigenlijk wetenschappelijke studies geschreven, gepubliceerd, die eigenlijk het nut van luchtreiniging in een kamer waarbij eigenlijk de lucht gereinigd wordt, gezuiverd wordt en eigenlijk viruspartikels uit de lucht genomen worden, dat dat eigenlijk ook een heel efficiënte oplossing is om het virus eigenlijk buiten te houden. En zoals bij elke opkomende coronagolf dringt ook nu de tijd. Want niemand hier denkt graag terug aan de isolatie en de strenge afstandsregels van weleer. Mijn kinderen komen regelmatig op bezoek en ze zeggen, ja ma, als dat blijft aanslepen, gaan wij niet kunnen komen. Ik zeg, dat is toch niet waar zeker? Ik zeg, het is mijn opbeuring dat je je kinderen een keer ziet en dat je een keer kunt spreken. Die corona gaat ons dat toch niet aandoen, zeker dat wij nu nog moeten dat er nog een keer bij nemen. Het is nog niet genoeg geweest, het is waar, hè? Ja, het is al heel wat geweest, inderdaad. Karin Moijkes, welkom. U bent voorzitter van de Taskforce COVID-19 voor de Vlaamse zorgcentra, onder andere. Ja. U bent ook nog andere zaak. Eerst de cijfers. Hoe beoordeelt u de situatie? Ik zei het al, van 9 naar 30 woonzorgcentra met uitbraak op 800. Mm-hmm. Hoe moeten we dat lezen? Er is in elk geval een sterke stijging van het aantal woonzorgcentra waar een uitbraak zich voordoet. En daar komt ook nog bij dat het aantal gevallen dat men dan vaststelt bij zo'n uitbraak, dat ook gestegen is. Dus we hebben meer grote uitbraken. Dat is natuurlijk niet goed. Hè. Langs de andere kant moeten we ook zeggen dat we vaststellen dat sinds augustus, van augustus tot vandaag, hebben we een goede 2.900 mensen, die bewoners, die overleden zijn. En daarvan zijn er toch amper, het zijn er altijd te veel, maar toch amper 32 die bevestigd door COVID zijn gestorven. Mm-hmm. Wat bewijst dat dus voor mij dat we enerzijds de juiste beslissing hebben genomen om die boostervaccin toe te dienen, want we zien aan dat de bewoners, immuniteit he, aan de bewoners inderdaad, want we zien dat de immuniteit bij onze oudere bevolking inderdaad sterk afgenomen is en dus vandaar die beslissing. Maar dat anderzijds het feit van gevaccineerd te zijn toch inderdaad beschermt tegen hospitalisatie, zwaar ziek worden en overlijden. En dat is natuurlijk een heel belangrijk signaal, niet enkel voor onze bewoners, maar eigenlijk voor onze hele bevolking. Maar dan wordt in de reportage ook gevraagd, geef ook dat zorgpersoneel een booster, alsjeblieft. Want ja, zij zijn natuurlijk een schakel tussen de buitenwereld en de woonzorgcentra. En liever vandaag dan morgen. Absoluut. En ik denk dat het ook een terechte vraag is, want uiteindelijk die mensen zijn bij de eerste vaccinatie, eerste en tweede, zijn die gelijktijdig gevaccineerd als de bewoners. Dat betekent dat zij nu ook al geruime tijd, bijna een jaar gevaccineerd zijn. Dus en waarom gebeurt het dan nog niet? Wij werken altijd op basis van adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. En zij zijn gaan kijken in het buitenland, en onder meer in Israël, waar we dus weten dat voor die oudere bevolking inderdaad die immuniteit sterk gedaald was. Vandaar alvast die beslissing. Ook voor de immunogecompromitteerden, dus de mensen met een lage immuniteit. Mm-hmm. Ja, daar hebben we het ook onmiddellijk kunnen voor beslissen. Maar eigenlijk voor de jongere mensen onder de 65 was er op dat ogenblik in elk geval nog onvoldoende wetenschappelijke basis. Maar vorige woensdag op de interministeriële conferentie is heel duidelijk de vraag gesteld van alsjeblieft, maak nu zo snel als mogelijk werk van dat advies, want we willen eigenlijk doorgaan. Ja, sterker zelfs, de Vlaamse regering heeft vandaag laten weten, wij willen dit eigenlijk voor de hele bevolking. Ja. Minister Van den Broeke, federaal bevoegd, die heeft daar een paar vragen bij nog. Ik denk niet dat dat de oplossing is in verband met deze vierde golf. Maar goed, het zou al een hele stap zijn als dat zorgpersoneel een derde booster krijgt. Hoe snel kan dat de facto dan gaan? De facto moeten we er rekening mee houden dat op dit ogenblik alle 65-plussers geleidelijk aan uitgenodigd worden. En dat dat toch een operatie zal zijn die zal duren ongeveer tot het einde van het jaar om alle mensen, en vooral de thuisverblijvende ouderen, om die te gaan vaccineren in en de vaccinatiecentra. En dan pas komt zorgpersoneel aan bod. Wel, laat ons duidelijk zijn, zorgpersoneel is ook bij de eerste ronde in het woonzorgcentrum zelf gevaccineerd. Dus dat kan eventueel wel parallel lopen. Maar u zei daarnet nog van vaccinatie of de booster is geen oplossing voor de vierde golf. Nee, dat klopt. Hè. Maar het beschermt natuurlijk wel. En dus dat is vooral ook het belangrijkste. Mm-hmm. Want als we langs de ene kant spreken over bezoekers die met het COVID-safe-ticket zouden binnenkomen, dan moeten we ook logisch blijven met onszelf. We kunnen bewoners beschermen
We kunnen aan bezoekers zeggen, u moet eigenlijk gevaccineerd zijn of een test ondergaan als u die kwetsbare bewoners komt bezoeken. Ja, dan is het ook logisch dat we naar de kant van het personeel gaan kijken. En ja, de verplichte vaccinatie... Die komt eraan, hè? Dat zal iets zijn voor rond de jaarwisseling, aan. Als het doorgaat. Maar in afwachting daarvan moeten we natuurlijk ook zorgen dat zij niet de dragers zijn. Hè? Nu brengt u mij bij het volgende onderwerp. Intussen zou je inderdaad kunnen zeggen COVID-safe-tickets vragen aan bezoekers. Dat willen heel wat uitbaters van woonzorgcentra wel doen, maar het decretaal kader ontbreekt. Zij mogen dat eigenlijk niet. Ja. Hoe kan het dat dat nog niet geregeld is? Men is er volop mee bezig. Een decreet maken vergt nu eenmaal een vrij lange procedure. Overal, in elke overheid. Men is er volop mee bezig. Ja, maar riskeren we niet te laat zijn? Ik denk het niet in die zin dat niemand op dit ogenblik zal tegenhouden dat men het vraagt. Hè. Dus, je wordt er niet voor beboet of gestraft als je dat doet? We gaan uiteraard niet beboeten. Het is natuurlijk altijd belangrijk om een wettelijke basis te hebben als je maatregelen neemt. Vandaar dat we ook alles in het werk stellen om het decreet zo snel mogelijk gestemd te krijgen in het parlement. En wat raadt u dan aan in verband met mondmaskers, vragen te gebruiken, dergelijke meer? Zegt u, het lijkt mij... duidelijk als dat overal opnieuw gevraagd zou worden in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld woonzorgcentra, of zegt u ja, zover wil ik niet gaan? Ik denk dat de situatie moet bekeken worden woonzorgcentrum per woonzorgcentrum, maar zelfs gemeente per gemeente. We stellen u bent niet voor een landelijk of regionaal algemene regel wat dat betreft? Ik denk niet dat we zover moeten gaan om terug richting van lockdown of dergelijke te gaan. Maar het gaat niet over lockdown, het gaat over het gebruik van mondmasker op bepaalde plekken. Ik denk dat we daar echt wel moeten gaan kijken naar de situatie. Zeker in Vlaanderen, waar de vaccinatiegraad toch heel hoog is, denk ik dat we daar rekening moeten mee houden. En ook de burgemeesters de kans moeten geven om in samenspraak met de gouverneur en eventueel ook met de Vlaamse overheid te gaan kijken van wat is er nu bij ons relevant, wat is er nu bij ons nodig maar dan voor een woonzorg. Kan het in de feite dus zijn dat als een schoonouder verblijft in een woonzorgcentrum in, ik zeg maar wat, Gent en een ander in, ergens in de Kempen, dat je bij de ene wel een mondmasker moet dragen en bij de ander niet? Dat lijkt mij logisch als het zo zou zijn dat er op de ene plaats inderdaad een uitbraak is of een hoge incidentie is van gevallen. Dan zou ik daar absoluut niks op tegen hebben dat er inderdaad een differentiatie is. Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat het mondmasker nog een heel belangrijk element kan zijn in de bestrijding of in het tegenhouden van een verdere verspreiding. Want we hoorden die mensen ook in het woonzorgcentrum zeggen... de kinderen wegblijven, het bezoek terug afnemen. Ik denk dat we dat in alle prijzen moeten proberen te vermijden. En als we dat kunnen doen door terug te zeggen van kijk, als je op bezoek komt, wij vragen dan toch wel dat het mondmasker gedragen wordt en dat je het COVID-safe-ticket laat zien, ja, dan denk ik dat dat toch wel nog een belangrijk element kan zijn of instrument kan zijn om absoluut dat bezoek nog mogelijk te maken. Slotvraag. Ventilatie gaat al heel lang mee, in de zin van wordt al heel lang gepromoot als heel belangrijk element. U hebt daar in april in de hoorzitting in het parlement ook nog over gepraat, een plan in het vooruitzicht gesteld, dat weliswaar nog maar voor fase 1 zes maanden zou duren om uit te rollen. Mm-hmm. Ook daar weer die vraag, dat weten we toch al lang, dat dat nu echt wel een verschil kan maken. Kan dat niet sneller? We zijn het volop aan het uitrollen. Het is niet langer zomaar een vaag plan. We zijn het effectief aan het uitrollen. We zijn nu met een aantal projecten bezig om in een aantal zorgvoorzieningen zelf te gaan kijken. Goed, wat levert ons dat nu op? Wat leert ons dat nu als we hier de luchtkwaliteit gaan meten? Want natuurlijk, het meten en het vaststellen is één zaak, maar daarna gaan we maatregelen moeten nemen. Want het is niet voldoende om te zeggen, het is hier niet goed. Nee, ja, dan moet er eventueel verplicht worden. Voilà, of, en dus dat willen we nu volop ook gaan uitrollen. Oké. Ik dank u voor de komst, mevrouw Moijkes. Heel graag. Het eerste liberale congres dateert van 1846, precies 175 jaar geleden. Dat wordt vandaag gevierd door zowel de Nederlandstalige liberalen van de Open VLD als hun Franstalige zusterpartij van de MR, met een gezamenlijk vieringscongres in Brussel. Straks meer van ter plaatse. Maar 175 jaar dus. Zover gaat het VRT-archief nog net niet terug, maar Bram van de Putten slaagde er toch in dit overzicht te maken. 1830. In de straten van Brussel breekt de Belgische revolutie uit.
Niet veel later roept het voorlopig bewind de onafhankelijkheid uit. Het monsterverbond tussen katholieken en liberalen houdt stand tot 1846. Tot de liberalen op 14 juni een eigen partij stichten in het Brusselse stadhuis. Belangrijkste strijdpunt is de scheiding tussen kerk en staat. Onder de liberale premiers Rogier en Frère Orban komen er publieke scholen, verdwijnt de stadstol en begint België aan een industriële groei. Na de Eerste Wereldoorlog voert België het algemeen enkelvoudig stemrecht in. Wie verkiezingen wil winnen, moet de massa aanspreken. De liberalen hebben het moeilijk en vervellen niet meteen tot een brede volkspartij. Iets waar katholieken, later CVP en socialisten minder moeite mee hebben. Pas in 1965 kunnen de liberalen, dan PVV-PLP, nog eens verkiezingen winnen. Ik heb hier voor me liggen de definitieve resultaten van de verkiezingen van gisteren, wat Kamer en Senaat betreft. Het succes van de PVV overtreft natuurlijk onze stoutste verwachtingen. Na mevrouw Herman Michielsen over de emancipatie van de vrouw in ons land voerde vicepremier Willy de Klerk nog het woord over het regeringsbeleid. In 1972 splitst de Unitaire Partij en kiest de Vlaamse PVV voor een moderne sociaal-liberale koers. Wij vertrekken van het idee dat men de mens in alles centraal moet stellen, de primauteit moet geven en dat de grootst mogelijke vrijheid voor het grootst mogelijk aantal burgers moet gewaarborgd worden. Een paar jaar later duikt Guy Verhofstadt op. Samen met de PVV-jongeren kaapt hij een partijcongres met een pleidooi voor een radicaal liberalisme. Niet veel later wordt hij zelf partijvoorzitter. Wij geloven inderdaad dat er verschillende tendensen zijn in het liberalisme. Men kan een liberalisme op een meer behoudsgezinde manier aanpakken. Men kan het op een vooruitstrevende manier aanpakken. En wij willen het op een radicale manier aanpakken. Namelijk terugkeren, het opnieuw herbronnen van de oorspronkelijke liberale waarden. Waarvan wij geloven dat meer en meer jongeren de laatste tijd eigenlijk het belang gaan inzien. En waarvan zij meer en meer overtuigd geraken van die liberale beginselen. Als minister van Begroting krijgt Verhofstadt door zijn neoliberaal besparingsbeleid al snel de bijnaam Baby Thatcher. Het voorzitterschap van de PVV staat hij af aan Annemie Neits. Tijdelijk toch, want in 1989 keert Verhofstadt terug. Sluit bij ons aan, burgers van dit land. Vervoeg onze rangen. Wees niet zacht voor Martens Acht. Dit is een extra editie van het BRT-journaal. Na de parlementsverkiezingen van gisteren zijn de politieke kaarten in ons land grondig door elkaar geschud. De traditionele regeringspartijen verliezen de verkiezingen. De traditionele oppositie profiteert daar niet van. De winst gaat naar het uiterst rechtse Vlaams Blok en naar de libertijnse partij Rossum. Met een burgermanifest wil Verhofstadt de kloof tussen politiek en burgers dichten. Hij komt met een vernieuwingsoperatie. November 92, voorzitter Guy Verhofstadt vormt de PVV om tot Vlaamse liberalen en democraten. Naar het inzicht van zijn eigen burgermanifesten. Een partij die burgers vertegenwoordigt en geen partij die zuilen of drukkingsgroepen vertegenwoordigt. In 99 wint VLD de verkiezingen en komt er een paars-groene regering. Het zijn de gouden jaren voor de partij die 1 miljoen kiezers kan overtuigen. U bent wel tevreden, dat is duidelijk. Je hebt mijn glimlach al gezien, zeker. Hè? Tot 2004. De liberalen liggen in de knoop met het migrantenstemrecht. Ik vind dat goed dat je het debat doet, hoor. Maar ik vind het geen regeringscrisis waard. Als er hier een meerderheid uit deze zaal komt die tegen het standpunt van de partij intreedt, dan moet die partijleiding weg. Dan betekent dit een diepe crisis op enkele weken tijd van de regionale verkiezingen, van de Vlaamse verkiezingen. Liberaal boegbeeld de Klerk redt Verhofstadt en de Paarse regering. Maar de interne verdeeldheid blijft. Hier is onze man. Jean-Marie de Dekker, rechts voor de raap, is tegen het cordon sanitaire en maakt openlijk ruzie met partijgenoot Bart Tommelijn in Oostende. Voor de liberalen het incident te veel. Ik moet tot mijn spijt, mijn grote spijt, vaststellen dat Jean-Marie de Dekker zich de voorbije dagen heeft laten zien als een onverbeterlijke ruziemaker en een nestbevuiler. Voor mij is de maat vol. 123 mails, 2 uur tijd. Legt een nieuwe partij op de Dekker.
Om het tij te keren komt er in 2007 nog eens een vernieuwingsoperatie. VLD wordt Open VLD. Maar de kiezers volgen niet en de liberalen zakken weg. Van bijna 25% in 2003 naar 13% in 2019 en 11% volgens de peilingen vandaag. Vele tinten blauw in die 175 jaar geschiedenis. Pieter-Jan de Smet is in Brussel op de Heizel, waar de jarige liberalen feest vieren. Pieter-Jan, hoe verloopt dat? Ja, volgens de partij zijn er meer dan 4000 aanwezigen. We zien hier helemaal bekende gezichten. Egbert Lachart en Georges-Louis Boucher, de voorzitters. Maar ook de Nederlandse Mark Rutte zit hier naast de vrouw van Alexander De Croo. We zien Joachim Koens hier ook van CD&V, een verrassende naam. Maar toch ook een opvallende afwezige, Gwendoline Rutte. Zij had jarenlang de leiding over de partij, maar is hier vanavond niet. Zij heeft andere verplichtingen, laat ze weten. Nu goed, hier wordt gepleit voor minder taksen, voor meer vrijheden. Dat doen de liberalen regelmatig. Maar we gaan het toch eens hebben over die 175 jaar. En dat doen we met twee bijzondere vrouwen, mag ik toch wel zeggen. Annemie Neits, de eerste vrouwelijke voorzitter van de Vlaamse liberalen ooit. En Tess Minnes, de jongere voorzitter en de jongste liberale vrouw, zal ik zeggen. Mevrouw Neits, ik ga met u beginnen. Die 175 jaar, wat was voor u persoonlijk het mooiste moment? Wel, het meest markante moment was een telefoon van Willy de Klerk, 3 weken nadat ik voor het eerst verkozen was als volksvertegenwoordiger. En Willy de Klerk, die ik toen nog meneer de voorzitter noemde, zei: je moet naar de partij komen, want dan gaan we naar het Koninklijk Paleis. Je moet de eed afleggen als regeringslid. En ik was totaal verbouwereerd. Ik wist niet meer wat zeggen. Ik zeg: ja, zegt hij, ja, ik neem u mee in de ploeg. En hij zei: je vraagt nog eens niet waarvoor. Ik zei: ja, zeg het maar. En het was aan de portefeuille Brusselse Zaken. U was heel blij dat u die portefeuille kreeg. Nu, mevrouw, als we vandaag kijken naar de partij. U heeft de hoogdagen van de partij meegemaakt. Maar als we vandaag naar de resultaten kijken, de peilingen, die zijn niet goed. Hoe verklaart u dat zelf? Is hier veel reden om te vieren vanavond? Ten eerste, in 175 jaar maak je niet alleen hoogtepunten mee. Je maakt ook dieptepunten mee of minder goede periodes. En dit is er zo één van. Hoe verklaart u dat? Goh, ik verklaar dat ten eerste omdat we een hele periode gehad hebben van hoogconjunctuur in de media, in de jaren 80, 90, zelfs het begin van de jaren 2000. En zoiets blijft niet duren, met geen enkele partij. En de media en de opiniemakers ontdekken een nieuwe figuur. Dat was de ene keer is dat Steve Stevaert, daarna is dat Bart De Wever. En die kunnen dan een tijd lang wegkomen met alles, totdat men ook die beu wordt. En dan openen er zich weer nieuwe mogelijkheden. Soms wordt er ook wel eens gezegd van: ja, de liberalen maken niet altijd hun beloftes waar, zoals de lasten verlagen. Mevrouw Minnes, jongerenvoorzitter, hoe kijkt u naar de politieke erfenis die mevrouw Neits en anderen hebben nagelaten? Ja, ik denk dat zij dat we hier vanavond terecht feesten, hè, voor een rijke liberale geschiedenis, maar dat er nog werk is in de toekomst. En hoe wij nu hun geschiedenis, hun erfenis meenemen. Ja, de verwezenlijkingen waar dat we vandaag staan. We hebben een liberale samenleving. We leven in een vrij land. Maar het werk is nog niet gedaan. Wat moet er volgens u dan gebeuren, ook qua partij, om het tij te keren? Wel, het is opvallend dat we, ondanks dat we een heel sterke premier hebben, we er toch niet in slagen om de burgers te overtuigen dat een liberale samenleving de juiste samenleving is. Komt dat? Omdat we vandaag niet voldoende smoel hebben. Het is niet duidelijk waar we precies voor staan. De mensen geloven het ook niet. En volgens mij is het echt nodig dat we aan dat verhaal opnieuw werken. Dat we er ook durven achterstaan. Want daar loopt het vaak mis dat onze eigen mensen ook niet meer weten waarvoor we staan. En wat we moeten zeggen en hoe we de mensen moeten overtuigen van ons verhaal. Kijkt u dan naar de nieuwe kopman nu, meneer Lachart, ook als u hem vergelijkt met Georges-Louis Boucher bijvoorbeeld? Ja, hij zit natuurlijk in een heel moeilijke situatie. We leveren de premier, dus we moeten wel compromissen leveren. En dat maakt het niet zo gemakkelijk. Maar in mijn ogen moeten we dat vooral zien als een kans. Dat we samen met de MR, we vieren nu samen feest, dus het is een perfecte opportuniteit om
te gaan, om hem ook te gaan inzetten. Hij is een beetje meer uitdagender ook in de Vlaamse media. We moeten dat gaan gebruiken. En oké, ik denk dat Egbert ook wel de juiste recepten aan het schrijven is om de partij te vernieuwen. Mevrouw Neits, toch wel wat een scherpe analyse. Mevrouw Minnes wil dat de partij scherper uit de hoek komt, een duidelijker profiel heeft. Kan u zich vinden in haar kritiek? Ik denk dat we ook onze verwezenlijkingen onvoldoende in de verf zetten. Ik denk dat we onvoldoende onderstrepen hoe belangrijk het is dat in ons land, en dat is dankzij de liberalen, je kan samenleven met wie je wil, je kan huwen met wie je wil, dat als je geen kind wil, dan kan je daarvoor zorgen dat als je doodziek bent en je wilt een einde maken, waardig aan je leven, dat dat kan. Wij zijn een van de zeer weinige landen waar dat mogelijk is. En dat is dankzij de liberalen. En hoe kijkt u naar het werk van de huidige partijleiding? Welk rapport zou u hen geven? Ik vind dat ze het eigenlijk nogal goed doen. Ze zijn moeilijk gestart, laten we wel wezen. Ik vind dat ze goed bezig zijn. Maar de resultaten zijn niet goed, hè, mevrouw, ook in de peilingen bij de verkiezingen? Dat duurt een tijdje. Hè. En wij troosten ons altijd met de gedachte dat de verkiezingsresultaten bijna altijd beter zijn dan de peilingen. Ter afronding, soms wordt er ook wel eens gezegd, de partij kent soms wat een macho-cultuur. Vandaag is de top eigenlijk vooral in handen van meneer Van Quickenborne, meneer Langhart en meneer De Croo. Jullie zijn twee opvallende vrouwen. Hoe kijken jullie naar die analyse? Daarvoor waren het allemaal vrouwen, hè? Ja, daarvoor waren het inderdaad. Onder Gwendoline Rutte hebben we natuurlijk een hele lange periode door vrouwen geleid geweest. Maar het is inderdaad, het kan wel beter. Hè. We hebben mevrouw Lydia Peters, minister in de Vlaamse regering. We hebben Eva de Bleker in de federale regering. We hebben Hilde Voutmans in Europa. We mogen die wel wat meer in de verf zetten, wat mij betreft. Dat is een duidelijke oproep van jullie. Ik wil u danken dat jullie hier vanavond bij ons waren. Dat is fijn. Dank u wel. Ja, dat was het hier van Op de Liberale Partij aan de Heizel in Brussel. Dankjewel Pieter-Jan de Smet en ook bedankt aan jouw gasten. In de VS worden jaarlijks 1 miljoen gezinnen uit hun huis gezet zonder alternatief. En het zijn er steeds meer. Federale overheidsmaatregelen om het leed te verzachten zijn tijdelijk of te beperkt. Bjorn Soenes ging kijken in Philadelphia, de armste van alle grote Amerikaanse steden. Philadelphia is de armste van alle grote Amerikaanse steden. Vooral in het noorden van de stad zie je dat aan de verwaarloosde woonbuurten. The problem with Philadelphia is it's a very, very poor city. We have a lot of people that are in poverty. Before the pandemic, we had a crisis with low to moderate income housing. There wasn't enough. Greg Workman lobbyt voor de belangen van vooral kleine huisbazen. Door gemiste inkomsten tijdens de pandemie stoppen veel van de kleine huisbazen ermee. And when they sell, if they have a single family unit or they have a building that's a nice triplex, duplex, if they're anywhere near a gentrified area, there's going to be a flipper come in, they're going to come in, convert it and sell it as a single home, because right now the housing stock in Philadelphia is an all-time low. People are paying over and above the asking price for homes. It's almost like the perfect storm. You've got landlords that need money and they see money like they've never dreamed that they could get for these properties. Dit is een huurhuis van Waddell Womack. Hij wil het niet verkopen. Hij erfde het van zijn vader. Waddell leeft van een pensioentje van $700 per maand. Met wat extra huurinkomsten kon hij rondkomen. Maar tijdens de pandemie betaalde niemand nog huur. De regering stelde een moratorium in, waardoor hij zijn huurders er niet uit kon zetten. Hij verloor $27.000 inkomsten. I'm living with my daughter and my son-in-law right now. And I have obligations and expenses that they want me to pay. Water bill. I have water bill right here. They're talking about a shut-off notice. I have a $2,000 gas bill
And as a landlord, I was responsible for paying these. But without the income, I can't pay them. Om te vermijden dat huurders uit hun huis worden gezet, trok de regering Biden tientallen miljarden uit voor huursteun. Thank you all. Appreciate it. Maar die hulp komt maar traag bij de juiste mensen terecht, zegt Waddell. I am very disappointed in the way things have been done. You know, it seems like it could have been something more fairly done to help the small landlord. And there's a lot of landlords out there. I have some friends. And they didn't just got out of it. They said, hey, they didn't want to be bothered with it. Toch wordt Philadelphia een succes genoemd, een drama. Met mogelijk 50.000 mensen die zonder huurhulp op straat zouden zijn gezet, is door federale hulp voorkomen. We never thought anything like the moratorium would happen. That was beyond our wildest dreams. And I think that the next time there's a major financial crisis or a pandemic in this country, people are going to say, well, remember the eviction moratorium. Why don't we do something like that again? I think that the expectations for what the federal government can do have been ratcheted up to a new level, and housing advocates are going to keep people in power accountable the next time there's something like that. Carl Gershenson doet onderzoek naar huisuitzettingen aan de Universiteit van Princeton. Huisuitdrijvingen zijn een groot Amerikaans probleem. We are in the middle of an eviction crisis. We have been for a long time. The United States has rates of evictions, I believe, 3 times higher than comparable industrialized nations in Europe. And Philadelphia is one of the worst cities. 1 op de 14 huurders wordt elk jaar op straat gezet in Philadelphia. Dat creëert nogal wat ellende en helaas altijd bij dezelfde groep mensen. Ook Stephanie Doornbosch stelt dat vast. Zij is advocaat bij de Huurdersbond van Philadelphia. Eviction actions are taken against black and brown families more often than against white families. Most of the heads of those families are women, so you're looking at a crisis that disproportionately affects black women who often have children more than anyone else. So it's a huge economic problem, it's a huge racial equity problem. Even aside from the pandemic, there's a pattern of landlords refusing to fix major repairs that affect people's health. And then the tenants withhold rent and the landlord retaliates by eviction. De stad Philadelphia doet zijn best om huurders beter te beschermen tegen uitzetting door een soort bemiddelingsprocedure voor de rechter kan overgaan tot uitzetting. A lot of it to me is just making people like actually face each other like humans. Because for a lot of landlords, I mean especially the bigger ones, for a lot of landlords it's a business, but for the tenants it's their home. And the consequences to a tenant of getting displaced out of their home can be really, really big and affect them in ways that like money doesn't really even make up for. Neema verliest heel binnenkort haar huis. Ze had een wettelijk huurcontract, maar de huurbaas zegt dat ze eruit moet. Hij wil het huis voor zichzelf. He's always antagonizing and bothering me. Now we're at the point where he wants his house and he said I have to get evicted. Een uitzetting is meedogenloos. Op de dag dat het gebeurt, gaat het snel, zonder dat je exact weet wanneer het gebeurt. That they basically show up, they post the alias writ of possession, that final document on your door if you're not home, and just change, you know, and they have a lock. The landlord sends a locksmith and they change the locks. Or if you are home, they hand you the piece of paper, and tell you you have 5 or 10 minutes to go find your medications, your important documents and your pets and kids and get them out of the house because they're gonna change the locks right there. Elk jaar gemiddeld 1 miljoen huisuitzettingen in de VS. Elk jaar 1 miljoen menselijke drama's. It's very scary. It's hard. And do you have an idea where you will end up? Nope. De huizencrisis in Philadelphia en de rest van de VS is nog lang niet voorbij. Dit was Ter Zake. Ivan de Vadder gaat door met de afspraak op vrijdag en besteedt ook aandacht overigens aan de jarige liberalen. Fijn weekend gewenst en graag tot maandag.
Thank you.